We krijgen een rondleiding in een glasfabriek in Jansteen, een klein dorpje in Tsjechië. Van zand, kalk, soda en lood wordt hier glas gemaakt, in allerlei vormen en kleuren. We lopen langs een 200 jaar oude oven die niet meer gebruikt wordt, naar het nieuwe deel van de fabriek, waar heel veel mensen aan het werk zijn met het blazen van glas. Je ziet de ovens met lange, stevige staven, waar rode koppen op worden gegloeid. Mensen pakken deze staven, duwen ze in de andere oven in een glasbad en pakken net zoveel glas als dat nodig is om het product waar ze aan werken, om dat te maken. Het is een zwaar beroep en de mensen die werken samen met elkaar wisselen elkaar ook een beetje af in het werk wat ze doen. Maar het is altijd teamwork. De producten die hier geblazen worden, die kunnen verschillend zijn van uiterlijk en vorm. Soms zijn ze blank, soms zijn ze transparant, kleurloos en dan weer groot of klein. Er werken ook vrouwen in de fabriek en ik denk dat dat de sfeer wel te goede zal komen. Je moet wel als blazer een behoorlijk stel longen en spieren hebben om dit vol te houden de hele dag door. Water en lucht worden gebruikt om het glas snel tot stollen te brengen. Als het glas stijf genoeg geworden is, gaat de mal open en wordt bekeken of het product geslaagd is. Als de blazer tevreden is, zal hij de verbinding met het glas en de staaf nog extra koelen om het nog harder te maken. Iedereen heeft zo zijn eigen model waar hij mee werkt. En daar zitten hele bijzondere bij. Het is een heel mooi gezicht als je dat gloeiende, hete glas zo in de mal langzaam ziet afkoelen en ziet opzwellen. En als je goed oplet, dan zie je dat de communicatie tussen de mensen van het team gaat via een seintje met bijvoorbeeld de voet. De meeste glazen voorwerpen hier worden geblazen met de mond. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen in de fabriek die alleen werken, dus niet in een team. En die dus iets meer mechaniek ter beschikking hebben om dus alleen tot een product te komen. Neem deze man. Hij maakt eerst een klein bolletje. Dan zal hij een speciale vorm in dit bolletje aanbrengen. Het is dus niet zoals de andere gewoon rond, maar er zitten dus golfjes in. En dan brengt hij hem in de mal en die bedient hij zelf. We letten even op om te kijken hoe hij dat doet. Je ziet straks dat hij de knoppen bedient waarmee hij de mal opent en ook weer sluit. En dan ook weer opent. Als de vorm geblazen is, krijgt u hulp van een maat, in dit geval een vrouw, die de staafvorm vasthoudt, zodat hij het product goed kan bekijken om eventueel te lossen. We zullen nu eens kijken, van begin tot het einde, hoe het gaat: glas pakken, rondmaken, blazen, in de mal stoppen en eventueel van de staaf afhalen en naar de oven brengen. Ook hier vind je weer iemand met een grote bol glas die een echte ronde vorm krijgt. Alleen hier hebben we weer te maken met een andere mal. Een mal die dus half mechanisch is. Dat wil zeggen, hij is mechanisch, maar hij wordt bediend met een gewone handkraan. Dus je bent toch weer bezig met twee mensen. Niet echt economisch. Als je ooit een feestje hebt, dan zijn dit de mensen die bij uitstek geschikt zijn om uit te nodigen om te helpen de ballonnen op te blazen. Nou, het glas is stijf zat, de mal gaat open en we gaan kijken of het product geslaagd is. Als dit zo blijkt te zijn, dan wordt hij verder gekoeld en speciaal op die overgang van glas naar metaal. Daar ter plekke wordt dan het glas heel bros,
keihard dus eigenlijk, dan is een klein tikje genoeg om dus glas en staaf te scheiden. Ik verzeker je dat zo'n lamp heel wat weegt, en zeker voor de blazer, met staaf. Je moet wel van goede huizen komen, flink gespierd zijn, wil je dit een hele dag volhouden. Als het glas net van de staaf gebroken is, is het nog tamelijk heet. Maar daarmee is het nog een beetje plastisch. Als het nu te snel afkoelt, krijg je een glasproduct wat soms door een tocht of een briesje zomaar ineens kan breken. Dat wil je niet hebben. Dus dan gaat het in uitgloeioven. In de uitgloeioven, daar wordt alle spanning in het glas verwijderd door constante verhitting en hele trage daling, waardoor er een betrouwbaar product ontstaat. Eenmaal uit de oven en afgekoeld, wordt het overmaat aan glas eraf geslepen met schijven. Het is een precies werkje om het object zo te plaatsen dat het precies goed staat om de overmaat eraf te halen. Weer een ander die slijpt gaten in het glas, op plekken waar dus dingen gemonteerd moeten worden. En weer een ander doet de kwaliteitscontrole van het oppervlak van het glas en geeft dit aan met een soort filterstift. Hierna komt het op de lopende band en een ander pakt het er weer af, kijkt naar waar de problemen zitten en zal daar dus via de slijband dat afhalen om het product in goede conditie te krijgen. Tot nog toe zijn de producten allemaal glimmend en glad aan de buitenkant. En soms is het heel mooi om dingen aan de buitenkant juist mat te maken. Daar hebben we een speciale afdeling voor. Niet echt gezond om daar te werken, lijkt me. De dames die hier werken, die dompelen het glas in baden. Dat mag maar een speciale tijd gebeuren, anders gaat de etsing te diep en zal het dus een dood, dof uiterlijk krijgen. Dus let op de tijd, let ook op de klok. Na het naspoelen met gewoon water, komt het op een andere band en gaat het naar het magazijn. Onze gids brengt ons vervolgens nog even naar een showroom, waar producten staan die in het verleden zijn gemaakt door mensen van de fabriek. Je ziet hier glazen voorwerpen staan, manshoog. Wat een werk moet dat geweest zijn om dat te blazen. Zo, die weegt behoorlijk wat. Even zelf zo'n pijp proberen met blazen. Dat was het dan. Het is afgelopen. We gaan naar huis. We lopen naar buiten nog even langs de afvalberg, zoeken een mooi stukje glas uit om mee te nemen als souvenir en gaan vervolgens naar ons hotel. Terugdenkend aan die man met die enorme bolle wangen.